Khalid Kassem is per direct vertrokken van de buis. Niet vanwege de felle kritiek, het gebrek aan tv-talent of de onthulling dat hij een door BNNVARA zo gehate pandjesbaas is, maar vanwege bizarre onthullingen in het AD. De krant zet in een lang artikel uiteen dat de presentator niet zuiver op de graad is en een ambtenaar lijkt te hebben omgekocht. Het is goed dat Khalid per direct zijn werk heeft neergelegd, vindt shownieuws deskundige Frits Hufnagel. Heel verstandig dat hij terugtreedt, want het is een programma wat een vrij moralistisch karakter heeft, dus dan moet je zelf ook echt schoon zijn, zegt hij in de showrubriek. Is het echt helemaal gedaan met Kalid? Ja, denkt Patty Bart. We weten allemaal dat iedereen die zijn werkzaamheden voor BNNVARA of de NPO tijdelijk neerlegt, eigenlijk bijna nooit meer is teruggekomen. Collega Bart Ettekoven vraagt zich af wie Kaliet gaat opvolgen. Gaat Sofie het dan alleen doen? Patty, Sven Kokkelman kan het gaan doen. Sven, Sofie. Het is volgens Jort Kelder evident dat er een vervanger moet komen. Ja, en ook omdat hij zelf heeft gezegd dat hij even stopt met zijn werk nu. Ik zal niet zeggen dat daar een schuldbekentenis in zit, maar wel even van, oei, wacht even, hier is wel iets aan de hand. Het is niet van, wat een onzin verhaal en ik leg het naast meneer, zegt hij in de Oranjewinter. Televisiekenner Victor Vlam sluit niet uit dat Erik Dijkstra naar voren wordt geschoven. De presentator verscheen in oktober halfnaakt op televisie, naar verluid omdat hij graag een talkshow wil. Ze hebben razendsnel een vervanger nodig. 29 januari komt het programma terug, en van Erik is bekend dat hij heel graag wil, zegt Victor nu op X. Kan Kalit-Sofie voorlopig niet verder als K-Sofie, zoals columnist Johan Frets voorstelt, in het belang van de anonimiteit van de verdachten, en dat ze na de zomer gewoon stoppen en op één laten blijven? Kan men niet voorstellen dat op één alsnog mag blijven nadat de NPO publiekelijk duidelijk heeft gemaakt dat ze het mislukt vinden, zegt Victor. Zowel BNNVARA als de redactie zullen gewoon verder gaan, vermoedt Victor meest waarschijnlijke optie is dat BNN een vervanger voor Khalid aanstelt om samen met Sophie de late avond te doen. Wat stelt Alexander Klupping voor? Nou zullen we ongehoord Nederland dan maar het slot van op 1 geven? Grapt hij op X? En journalisten Kim van Keken, Fidan Sophie? Dan is alles weer opgelost in Tokshouland. En BNN Vara zelf, hoe de presentatie ingevuld zal worden, kunnen we op dit moment nog niet zeggen.